Chillen in een bubbelbad. We hebben mijn kleine vriendje weer. Want overdag, zeker 's ochtends, dan is het gewoon drama bij mij. Goedemorgen. Het is... Goedemorgen. Goedemorgen. Het is zaterdag. En ik ben nog aan het wakker worden op de bank. En mijn kleine dame heeft al een uitnodiging om te gaan jacuzzien. Dus die is bij helemaal klaar. Bij je friend. En dit boek ga ik vragen of zij deze wil lenen. Oh, die heb je uit. Dat boek van een muts drama voor de camera. Nee, deze heb ik nog niet gelezen. Oh. Maar ik wil wel vragen of ze het wilde lenen. Maar goed, ze is dus helemaal klaar al aangekleed. Ze had gevraagd papa even meeliep. Ze mag ook zelf naar midden lopen, want het is vlakbij. Maar ze wilde dat papa even meeliep. Dus ze gaan er zo heen. En dan ga je wel relaxen, zeg. In het bubbelbad. Ja. Chillen in een bubbelbad. Ja, en mijn vader. En mijn vriendin is nu eindelijk weer terug van de boot. Ja. Ik ben aangekleed en opgemaakt. En Kitty is er weer. Echt te grappig. Altijd als ik zeg dat je er bent, heb je je telefoon mee. Terwijl we altijd zitten te kletsen en zo. Maar altijd. En we gaan zo even boodschappen doen. Maar we zijn even aan het bedenken of het wel of niet regent dadelijk. Dus of we gaan barbecuen of dat we wat anders gaan doen. Wij hebben boodschappen gedaan en hamstuk gehaald. Een paar verschillen bewaren. Ik denk zo eten, want anders heb ik oorlog met mijn kind. Dat is echt veel. Ik weet niet of ik het wel. Sorry? Ik weet niet of Marco wil. Ben je deze wel bij Sarah? In de oven? Oh nee, ik loop naar dit. Dit hebben we zo weg. Dus nee, deze gooi ik gewoon zo bij Sarah af. Die wordt helemaal gek als ze hoort dat wij zit op hebben. En zij niks ervan heeft gehad. Dat neemt ze me niet in dank af hoor. Wat zoek je? Kleine fase. T-tip, ja. Even deze. Oh, even neemt zo weg. Dit wordt wel een mega cheat dag. Op mijn bank zit, barbecue. Ik heb de chocola gehaald. Daar ga ik natuurlijk van eten vandaag. Dat ga ik niet laten. Ik bestel hem en dan duurt het al bijna een week. Dus dan moet ik al een week dat ik mijn chocola heb. Vooral dat die komt. Dus dan kan ik hem echt niet laten liggen. En nu, als jullie hem horen, want het waait echt heel hard. Kom zit naar Sarah en Mila brengen. We hebben mijn kleine vriendje weer. Kijk. Je doet het zonder kleine onze beentjes, mama. Ja, omdat ik hem eigenlijk op mijn schoot alleen tilde. Daarna staat hij gelijk weer. Zeg maar hallo, niet aan mijn shirt knabbelen. Hallo. Zit hij niet leuk? Maar we willen niet dat hij aan shirtjes knabbelt. En aan kleurtjes, hè? Zeg maar hallo. Hallo. Laat eens zien hoe schattig je bent. Ik vind het zo schattig als jij je kopje doet wassen. Oeh, dat vind je lekker, hè? Niet knabbelen. Ga je weer wassen. Niet knabbelen. Niet knabbelen. Het is echt zo'n hoopje. Mama. Mini hoopje bunny. Deze is grappig, Wim. En dat is? Dat je de hele tijd niet aan mijn shirt knabbelen. Niet aan mijn shirt knabbelen. Je hebt genoeg te knabbelen in je hoekje. Heb je jezelf... Nee, hij had zijn pootje hier tussen gezet. Hij bleef in mijn lusje hier van mijn broek hangen. Daarom schrok hij zo. Maar hij schoot er zelf in. Ga je weer voor de bank rennen? Wat ga je doen? Ga je op onderzoek? Het is een bunny. Little bunny. Little bunny. Hi. Je bent zo cutie pie, hè? Hij is ook lief, hè? En hij vindt het ook helemaal leuk. Net ook zet ik hem op schoot, ga ik hem aaien. En dan zie je hem helemaal zen worden en genieten.
niet aan mijn kleding. Lekker barbecuen. Oh, die zien er trouwens wel goed uit, hoor. Ja, jij houdt er niet zo van, wij wel. Kitty en ik hadden echt zitten. Oh, die willen we ook. Kijk uit, we zijn bijna met die klaar. Lekker, lekker, lekker. En vandaag wordt het deze film. En we hebben lekker M&M's, want het is toetje dag vandaag. Kitty is naar huis gegaan en echt zo stom. Dan is het laat en eigenlijk zou ik naar bed moeten. Maar dan ben ik net al de halve kamer aan het opruimen en dan ga ik opeens een kast opruimen. Nu heb ik dan tegenzet en dan ben ik echt juist nu heel energiek. Het gaat echt nergens over. Ik ben en blijf gewoon een avondmens. I know. Maar ik moet dat echt gewoon afleren. Maar ik weet niet of je dat af kan leren. Maar goed, ik... Ja. Ik heb altijd zoiets, dan krijg ik tenminste dingen wel gedaan. Want overdag, zeker 's ochtends, dan is het gewoon drama bij mij. Morgen. Mijn marker doet toch redelijk tijds uit, niet heel vroeg. Maar die kan dan toch even met Sarah zijn. En dan blijf ik nog even liggen. Dus ik heb zoiets, ja, dan doe ik het liever nu. Nu heb ik er zin in, heb ik drive. En morgenochtend niet. En dat sowieso niet, of ik het nou doe of niet. Dus, ja, ik ben benieuwd. Hebben meer mensen dat? Dat als het bedtijd is, je eigenlijk altijd opeens mega drive hebt om echt alles te gaan doen. Echt, ik zou echt mijn hele huis van om tot boven kunnen schoonmaken nu. En ramen gaan staan zemen. En weet ik het allemaal. Echt, ben wel benieuwd. En nu ben ook ik er klaar mee voor vanavond. Dus ik wil nog even de vlog afsluiten. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan hoop ik je natuurlijk morgen weer te zien. Doei doei!